maar ik heb zo geen zin meer. Het is zoveel werk. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Dit is de 100ste vlog, dus dat is toch wel een klein beetje speciaal. Al gaan we vandaag niks speciaals doen. Ik ga beginnen met een video editen. En als die aan het renderen is, gaan we beginnen met een lenteschoonmaak. Dat wilde ik tevoren al af hebben, dat is niet gelukt. Dus dan gaan we vandaag gewoon even flink aan de slag. Want vandaag hebben we verder geen planning staan. En dan hoop ik gewoon echt hele grote opruimschoonmaak te kunnen doen. Dus dat is fijn. Maar is die video even aan. Vlog staat te renderen. Even laten zien. Ik heb vandaag een shirtje van Selected Femme aan. Broek van Maison & Scott. En mijn United Nude Pumps. Ja, en Sarah de vriendinnetje die komt er net ophalen. Mila is er. En dan brengt ze even naar Mila en dan gaan ze spelen. Heb je daar een mooie vriendenboek gehad? Wauw, met geluid. Hi. Ze is er klaar voor, die heeft net de laatste hap brood en die gaat ze even brengen. Eerste speelgoed wat weg gaat alweer uitgezocht. En ik moet nog zoveel uitzoeken, maar er gaat gewoon vandaag een hele hoop weg. En dan heb ik ook nog deze Max Cozy. Die heb ik helemaal vol schoentjes en slaapzakjes en doekjes gelegd. Dus die gaan ook zo mee. En nog meer dingen gevonden, die gaan ook weg. Ik heb wel echt goed opgeruimd al, maar ik heb zo geen zin meer. Het is zoveel werk. Maar goed, ik ben een eind op weg, dus ik ben happy. Sarah ligt al op bed, al even een half uurtje of zo. Marco is nog weg voor werk. En ik heb echt mega veel opgeruimd en gedaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ben nu snel een vlog aan het editen, die ga ik dan laten renderen. En dan ga ik even kijken of ik nog wat op kan ruimen. Moet ik even kijken of Sarah slaapt, want dan moet ik naar boven. En als ik dat ga doen als ze wakker is, dan gaat ze niet slapen, want dan hoort ze me. Maar voor nu eerst dit toch doen en dan gaan we het zo zien. Ik vind dat echt, als je dan bezig bent en dan heb je heel veel gedaan, dan heb je echt die drive. In ieder geval, ik heb dan echt die drive om het ook echt verder te doen. En het staat natuurlijk al best wel een hele tijd op mijn planning. Maar het is zoveel. Maar goed, hij is bijna klaar met laden, dus dan kan ik gaan editen. Ik zou natuurlijk boven dingen uit gaan zoeken, maar ik heb echt honger. Dus toen dacht ik, laat ik eerst weer een stokbroodje bakken. Daar heb ik echt weer trek in. En met die drukke dagen een paar dagen niet gegeten. Ik denk, nou, dat gaan we eens even doen. Ik vind het zo lekker ruiken gelijk. Ik heb honger. Nou, wat nu? En dan weer de boter erin laten smelten. Ah, vind ik zo lekker. Dus ik ga hem hier even maken. En misschien heb ik dan zo nog zin. En laat ik dan boven nog een stukje doen. Maar dat zie ik zo wel. Ik ga niks meer verder doen. Ik ga lekker mijn bedje in. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Of in het scherm hierna. En zie ik je morgen. Doei!